Kees, had je verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Nee, niet echt. We hadden net een zware wedstrijd tegen Groningen gehad, 2 dagen geleden. Het is sowieso altijd lastig om in weer te spelen. Maar dit team heeft het nog niet echt op een rails, dus ze hebben het echt moeilijk. En uiteindelijk hebben we gelukkig makkelijk gewonnen. Dus ze hebben het eigenlijk al gespeeld na het eerste kwart, hè? Ja, toen was het al een groot verschil inderdaad. Wij stonden ook zo ver tegen Groningen voor. Dat is natuurlijk wel een ander kaliber, maar je moet ze nooit uitvlakken. En je ziet op het einde komen ze ook nog terug. Dat is niet goed van ons. Voor het eerst sinds 2007 weer koploper. Draait lekker in Den Bosch. Ja, dat klopt. Dat is een van onze doelstellingen. We hebben het sinds 2 dagen geleden staan we ook echt bovenaan en niet meer gedeeld. En dat voelt goed. En nu moeten we zorgen dat we die plek verdedigen elke wedstrijd. Wat kan deze ploeg? Wat kan die ploeg? Ja. Onze ploeg had een stroeve start, maar we spelen nu steeds beter als team. En het begint gewoon lekker te lopen. Iedereen komt in de wedstrijd elke keer en we werken hard voor elkaar. 20 punten, de 3 punten vlogen er weer in. Ouderwetse avondje Akenboom. Ja, dat was wel lang geleden moet ik zeggen. Maar het ging lekker vandaag en ik kreeg natuurlijk ook veel ruimte. Omdat we gewoon goed inside-out spelen. En omdat we iedereen betrekken bij die aanval, krijgt iedereen ook goede schoten. En dat is de kunst om goede schoten te blijven nemen.